Wauw. Wow. Oh! Wow. Heb je die in die regenboog? Holy shit, had je die in die regenboog? Wow, die was gaaf! Goedemiddag allemaal en welkom weer bij eindelijk een Storm Chase video. Oh, wat heeft dat lang geduurd. Zoals jullie al in de intro zagen, ja, er is weer een hevig onweer geweest op 23 juni. En ja, daar hebben wij weer de beelden van. Voordat we met de beelden gaan beginnen, wil ik wel eventjes zeggen, de enorme hagelstenen die zijn gemeld, hebben wij niet in beeld. We zijn achter de bui aangegaan, het kleine stukje van de bui, waar die grote hagelstenen in zaten, wat ik pas achteraf wist. En ik ben blij dat we daar niet achteraan zijn gegaan. Want wij zijn namelijk gereden richting Sint-Oederode. En daar hebben wij inderdaad wel die bui zien hangen. Maar dus niet de hagelstenen te pakken gekregen. Vanuit daar zijn we weer richting Boksel gereden. En vanuit daar zijn wij richting ons favoriete plekje weer teruggereden. Waar dat wij altijd staan. We hebben heel veel beelden te pakken gekregen. Dus ik zou zeggen, veel plezier. En ja. En heb je zelf nou een leuke flits? Laat het zeker weten in de reactie wat jouw mooiste flits was. Veel plezier. Hier komen de beeldmaterialen. Wat? Flits. Nou, die zag ik nog niet eens. Hierboven. Rigor van Houden nog steeds? Zie je daar ook mee? Die Rigor van Houden. Die zag ik straf. Ja. Ik weet niet of het straal was, maar... We kunnen filmen. Ja. Wauw! Waar zat hij? Hier boven, C2C. Hey, veel ontladingen. Wow, die heb ik. Wauw, die was mooi. Wow! Wow, shit, die heb ik erop staan. Zo, die knallen, je hoort dit. Ja. Maar volgens mij doet hij dan, want anders zou de wind niet naar de buiten toe gaan. Zo, wow. Heel dichtbij. Wauw! Heb eens! Wow! Heb je hem? Ik weet niet, volgens mij wel. Ik wil zo dicht mogelijk in die bui, want hij bouwt verder naar Eindhoven. Zo! Heb je die? Half! Landen. Maar we zitten nu omcirkeld door onweer. En ik weet niet of dat iets was. Ik keek weg. Camera heeft hem. Wow, die was hier recht boven ons. Ik zal het ook mijn camera uitzetten. Sander? Ja? Wil je kijken hoeveel kleine plukjes dat wij hier zien? Is dit niet gaaf? Het bouwt hier als een ziekte, hoor. Hoppakee. Hier recht en daar en daar en achter ons, die was vol boven ons. De ontlading die zit in het... Wow! Oh, die heb ik er al! Ik heb er vol op staan, jongen. Hé? Ik heb er heel mooi op staan. Voor de buienlijn, wij volgen de regenboog. Ja. Jongens, we hebben het einde van de regenboog op camera. Zullen we er eventjes naartoe rijden? Kijk maar, hij is aan het eind van de weg! Wat daar? Ik rijd echt op de kant naartoe. Oh, wat is dit mooi. Kijk daar eens. Zie je hem nog? Ja! Kijk dat! Wauw! En nou gaat hij in de bomen. Nou gaat hij in de bomen. Wauw! En nou zie je hem daar voor de bomen. Heel goed. Hoe gaaf is dat? Dat komt zeker in de video. Gaan we een video maken dan? Wow. Nee. Je nagaat dat voor iemand staat de regenboog recht in het dak. Ja. Allemaal point of view.
Het is trouwens een driedubbele regenboog volgens mij. Hè? Een driedubbele regenboog. Dubbel. Die dubbel niet. Probeer de camera wel droog te houden. Wauw. Wow. Oh, wow. Had je die? Heb je die in die regenboog? Holy shit, had je die in die regenboog? Wow, die was gaaf. Holy gaaf, oh mijn god. Oh. Oh mijn god. Wauw. Oh mijn god, dat is de beste ooit. Oh. Oh. Hoi. Hier inslaan, ik ben van de regenboog aan het genieten. Ja, recht in die boog. Die heb ik. De bui die gaat van het zuidwesten naar het noordoosten. Ja, jammer genoeg, in het westen hangt niet echt heel erg veel. Alles wat die kant trekt, dus daarheen. We zien hier nog steeds die hele mooie regenboog. Het gaat wel ietsje harder regenen. Dus mijn broertje die staat echt zo van, dude, schiet daar toch eens op mee in, trouwens. Moet je nou echt een schop tegen je noten aangeven, zodat je dadelijk in één keer twee octaven, zeg maar dat je die hebt. Deels. Drie octaven hoger gaat zingen. Zo fijn zijn. Een donder. Oké, nou, ik zeg nog maar houden tegen een regenboog, want dat gaat weg. Dan heb jij je lessen niet goed. Hoi. Heb je hem? Ja. Je hebt hem. Jij hebt hem helemaal opstaan. Oh ja, jongens. Ik was jullie helemaal vergeten te vertellen. Doe dit niet na. Wij zijn professionals. Yes, I swear. Hallo. Is it true? Ik ben daar niet aan het filmen, ja. Het is daar. Niet daar. Klauw, man. De enige plek waar nou nog op dit moment geen onweergang is, dat is in het noord... Die heb ik erop staan. Ik zag hem niet. Ik wil hem wel horen graag. Vijf. Ik begin uit het regenen weer. Oh, de opening. Het enigste openingetje van deze pannenkoek. Die is er bijna droog. Zo, en dat was weer daar! Heb je die? Ik voel het al op mijn been vallen. Ja. Dan zijn het gewoon foute druppels. We zijn ze gewoon veel te groot voor. Nou, het kan wel. Nou, die had ik dus. Hier kennen wij precies het kompas. Hoi, hier heb je een beeld. Het gaat via de voorkant van je auto, via de... Die heb ik. En die raakt naar het vliegtuig.